Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van City Skylines. Dit is waarschijnlijk aflevering 4. Ik ga even alles in orde maken. Het licht even aan, hoor, net de deur eventjes dicht. En dan gaan we weer lekker verder. Meer kan ik niet zeggen. Ik heb hier hele hoge flats staan, zie ik ineens. En ik heb een paar mods geïnstalleerd. Nou, dat was wel zo'n beetje. Die flats zijn best zo geworden. Al level 3 al. 450.000 euro hebben we. Dus laten we maar eens even verder gaan spelen. Sneltje 2 dan maar eens deze keer. Dus eventjes een... Even kijken, wat zal ik eens gaan doen? Copper Heights. Loopt ook lekker. Beetje veel auto's, maar... Oh, een beetje te veel. Want ze gaan al die spannen. Ah, daar moet nog een keer een mod voor komen. Dat ze die spannen, hè Bram? Ja. Dat ze die spannen. Die auto's niet meer die spannen, zeg maar. Eén lichtingsweg. Nou, we hebben iets demand voor commercial. Zo. Oh ja, we houden. Oh ja. Oh, we hebben daar geen water. Ach, verdorie. Sandy, heb jij water? Toch? Ja, operating normally. Is dit nou commercial ineens? Oké, commercial in de industrial zone is oké. Ja, daar gaat best zoveel verkeer nu naartoe. Not enough workers. We need more workers. Dus laat dat eventjes gaan aanbouwen. Oh, eventjes deze tool. Of zullen we eens een keer... We gaan eens een keer verven. Net zoals in de eerste, in groep 1. Lekker verven. Verven! Wat verf je dan? High density housing. Ah. Oké, laten we dit ook even wegdoen. Dan kunnen we dit ook even high commercial laten maken. Hoppa, high commercial. Oh, dit is zo mooi, hè. Zo mooi skyline. We hebben al best een mooie skyline. Ah, oh, misschien moet er even wat hoger gebouwen komen. Oh, water. Ja. Komt eraan. Is er nu. Oh, kijk, het park staat al helemaal vol, die parking. Holy shit! Oh, Bram, ik ga echt een screenshot maken. Wat heb je gedaan, Bram? Kijk. Oh, dat is nou jammer. Oh, wacht. Het is hier. Ik ga een screenshot maken en die ga ik jou straks sturen. Oké. What the fuck? Print screen. Oh, ik heb hier een programma niet openstaan. Wat dat... Ik kan hem wel even plakken misschien. Ik heb hem send. Dan gaat hij niet zenden. Is hij gezonden? Ja. Ja? Moet je kijken. Ik zie hem niet. Even kijken hoor. Ja, ik kan hem niet zien. Hey, waarom? Ja, ik weet niet. Oh, 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 oh. Wat? Nee. Wauw, is het helemaal niks. Hij is nog aan het uploaden. Ah. What the fuck. Oké, okay. Beetje druk bezocht. Ja, hij is verzonden nu. Oh, ik heb een... ja, nou ja. Ik zie hem nu, hoor. Ja, hij is nu als het goed is verzonden. Oh, oh ja, daar is hij. Ja, het tweede beeldscherm heeft hij ook vastgelegd. Ja, nou ja. Beetje druk. Heb je hem? Ja, hij is bezig. Hier moeten we ook even wat aan doen. En ik heb in mijn andere stad heb ik best een goede. Een goede, maar dat. Ik kan het hier ook realiseren. Zou ik hetzelfde doen als ik in mijn andere stad heb? Want ik heb toch 550.000, dus waarom niet, hè? Ik denk dat het wel gaat lukken namelijk. Wat veel mensen zijn, dat zijn echt heel veel. Ja, want ze gaan nu elke keer die spawnen. Ja, ik haat dat die spawnen. Ja, dat is irritant. Want dan kunnen er zeg maar nooit echt files ontstaan. Nou, die spawnen weer. Maar ik denk dat ik dat wel ga doen, want...
Ik denk dat dat zeg maar een einde van een snelweg moet worden. Er staat gewoon een file om in de stad te komen. En voor mij ook. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het gewoon niet. Ik moet eigenlijk een einde van de map of zo hebben, maar. Oeh, dat is op zich een idee. Ik weet wat ik ga doen. Heb je een goed idee? Ik heb een heel goed idee. Nou, mooi. Oh ja, dit wordt zo'n goed idee. Oké, okay, pauze. We gaan de hele stad eventjes een beetje... Eerst gaan we eens eventjes de... een nieuw district maken. Oh joh, Jonathan is een bullen. Oh. Ja, mij ook. Net. Jonathan. Zal ik hem toevoegen? Oh, wacht. Ja, is goed. Hoi. Hallo. Hallo, ik ben aan het opnemen hoor. City Skylines ben ik aan het opnemen. Oh. Maar, what's up? Gaat goed met mij. Ja, met mij ook. Ja. Goed, en dan gaan we hier de heavy traffic eens eventjes uitzetten. Oh. Oh, dit gaan we eventjes... woon hier. Ja, ik weet, ik weet nooit hoe ik dat moet doen. Polices. Woon hier niet. En dan zeggen wij... Yeah. En dan zeggen wij een heavy traffic ban. Want er zitten al high-rise buildings. Oh, cool. High-tech housing. Staat de server al open of niet? Nee. Welke server zitten jullie dan? We zijn gewoon City Skylines aan het spelen. Ja. Oh, op Qcraft of niet? Nee. City Skylines is een game. Een hele andere game. Oké, okay, ken ik niet. Hij is heel bekend, maar... Ah, ken ik niet. Heel bekend, maar... Ah. Oeh, dit wordt een hele grote ingreep. Ik denk dat ik dan mijn hele stad zeg maar bijna opnieuw moet bouwen. Wauw, dat is niet goed. Hele industriegebied zeg maar, dus laten we dat gaan doen. Ja, dat heb ik ook moeten doen met de vorige stad. Ja, het moet gewoon echt helemaal opnieuw. Ik ga het helemaal leeg maken. En dan zie ik wel wat ik ga doen. Ah, zet gewoon zelfs file op de snelweg, hè. Gewoon van de industrie tot aan de woonwijk zet de file. Ja, dat is dus bij mij ook het probleem. De afritten zijn gewoon te klein. Ja, ze staan allemaal daarvoor, na de afrit, als daarom ze in de rij komen, daarom ga ik nu echt de interchange van de wereld maken. Wauw. Proberen. Ik denk dat het hard gaat falen, maar... Oh nee, er staat een heel groot hospitaal. En oh god, oh god, oh god. Oké, okay, dat is... Oké, okay. Okay, eerst even al de buildings hier weg en alle wegen. Dan kunnen we dat straks eventjes opnieuw gaan invoegen. We hebben toch 5 ton, dus... En last van lenen we. Wow. 5 ton heb ik. In deze stad. Deze stad gaat gewoon goed. Ik ga het echt heel anders aanpakken. Ik ga wat splitsen. Ik ga de afval ergens anders naartoe verplaatsen. Ik ga eerst even dit weghalen allemaal. Oh, dit wordt echt de grote verandering van de hele stad. Weg met die verkeersproblemen. Waarschijnlijk zijn we ook wel een paar afleveringen mee bezig. Een paar afleveringen. Nou, op zich kan het best snel gaan, toch? Hangt eraf. Als het fout gaat, niet. Ja, dan zijn we er iets langer mee bezig. Ik heb wel iets moois in gedachten, zeg maar. Oh, dit is net gebouwd en moet allemaal weer weg. Wat jammer nou. Oh. Mensen wonen naast de koolcentrale. Zie je, dat, oh, dat is ook weer zoiets, hè? Geweldig. Maar niet thuis. God, dit is weer commercial. Dat is weer woonwijk. Ik heb weg met dat commercial gedoe. Weg ermee. Weg. Building is on fire.
Ja, dat wordt dus zeg maar een probleem. Want de Fire Station heeft nu zeg maar geen weg meer. Nou, al die buildings gaan zo wel weg als ik hem heel even op play zet. Maar ik weet niet dat ik dat ga doen. Oké, dat is dus dit. Ik heb nu zeg maar alles gecleared. Ik moet alleen nog even de buildings allemaal in een naast een weg zetten. Die doen we wel even hier. Alle buildings verplaatsen. Laten we daar maar eens even mee beginnen. Ik ga de belasting weer verhogen. Met 1%. Dat die andere ook leeg is, hè? Ja. Sloop die building. En die ook. En deze gaan we ook verplaatsen. Heel even op play, kom op. Ja. En dan ziet het er al veel beter uit. Oké. Ja, dat is altijd risky. Als je hem op play doet. En je hebt geen industrial zones. Allemaal incineration plants. Oh, dan moet ik ook ombouwen. De coal power plant. Ik wil weet je wat heel goed is? Nee? Ik heb een of andere mod gedaan. En dat is een of andere coal power plant. Maar die kost hetzelfde en die produceert iets meer elektriciteit. Even alle laatste buildings weg. Ja, 12 meer. 12 MW. Ja. Dat is niet heel veel, maar... Maar toch, als het evenveel kost... Oh, de brandweerstation. Oh, overal is fik, dus die kan ik niet slopen. Dat wordt op zich een probleem. Ik snap echt geen beat van wat jullie zeggen. Nee, je zit in wilde gamen. Oké, okay, kom op even opschieten nou. Nee, kan ik niet. Of burn down. Of ga gewoon weg. Als ik nog een dam bouw, weet ik niet of hier dat allemaal gaat overstromen. Ik ben bang van wel. Probeer het. Dat is het leukste, om gewoon dingen uit te proberen. Ja. Deze twee gaan ook weg. Oké. En dan deze gaan we even verplaatsen. En dan zijn we alweer 40.000 euro armor. Wauw. Oké. Oh, dat is een mooie city. En ik heb hier op het eiland heb ik ook allemaal buildings gebouwd. Haha, lol. Oh, Bram. Zie wat dit. Is er? Het zal wel weer even duren voordat hij klaar is. Maar, zie dat. Daar kan je toch nooit op parkeren? What the fuck? Oké. Verder met onze industrial zone. Ja, die wegen wordt op zich misschien een probleem. Oké. Laten we dan maar eens beginnen met een eerste... wat zal ik eens doen? Ja, wat zal je eens doen? Ja, ze nemen natuurlijk de kortste weg, denk ik. Ja, snelste weg. Ja, snelste weg. Dat is naar de snelweg, maar... Ik zit er dus zeg maar aan te denken om zeg maar een 3-way road naar de... snelweg te doen. Maar dan heb je natuurlijk dat hij van over 6W rope doe ik. Dat hij van een 6W naar een 3W gaat en dat we daar straks weer een 4 krijgen. Ja. Wat zal ik eens doen? Oké, laten we eerst maar eens eventjes proberen om een industrial zone aan te maken. Oh, daar gaat het al. Het overstroomt al. Een lekker grote industrial zone. Een lekker lange wegen. Ik moet eventjes niet te lang maken, maar... Ja, dat fixen we straks wel daar. Oh nee, meen je het nou? Alles overstromen, snelweg. Die auto's rijden gewoon door, hè? Nee, als er maar genoeg water staat, dan staan ze, gaan ze stilstaan. Ja, wauw, nu staan ze allemaal stil voor het water. Oh, het water gaat alweer weg. Oh, dan komt het water weer. Wat is dit voor raars? Ik vind het jammer dat je geen gewone dam kunt bouwen aan de zijkant van een rivier of zo. Ja. Yeah. Zo mensen. Ja, we zijn een beetje aan het chillen met elkaar. En ik denk, laat ik ze even de opname aandoen. Oh. Hoe maak je screenshot? Print screen. In Minecraft is dat F2. Ja, ergens. In een F denk ik. Ja, F2 is het in Minecraft. Ja. Yeah. In niet Minecraft weet ik niet. We zien. Heb je? Ja, oh, ja. Ik stuur hem nu. Heb jij van mij ook gezien? Ja. Daar kan je toch niet parkeren?
Nee. We gaan ook even aan de kijkers laten zien hoor. Oh. Oh god. Zie je dat? Deze foto is niet beschikbaar. Hij moet eerst nog even downloaden. Oh. Bij mij. Ja, bij mij internet is blijkbaar nogal traag. Oh, er is wel hele high demand voor industrial. Yo, ik heb dit alles weggehaald. Echt, dat balkje is gewoon helemaal vol. Maar die, op die foto, echt. Die heb ik een dam gebouwd, precies op het kleine stukje, waar het water doorging. En dan wat gaat het dan best doen? Het water doorlaten aan de andere kant. Het stroomt er langs heen. Zie je dat? Nee, ik zie het niet. Nog steeds niet gedownload. Of nu wel? Even groot beeld op Skype. Ja, ik heb hem. Wacht even voor mensen. Wat voor map speel jij? Weet ik niet. Ik heb op omgeving aangeklikt en toen was hij er. Dus ik dacht, nou, mag proberen. Even kijken hoor, dames en heren. Dit heeft Bram. Zie je dat? Dan. En er zit alles onder water. Nou, alles staat dus onder water. Ja. Maar je loodst zeg maar het water. Oh, what the fuck. Je loodst zeg maar het water. Lood je. Ja, nu zet mijn hele snelweg onder water. Niemand kan er meer uit. Lood je landinwaarts. Ja, dat vind ik wel heel knap. Ja. Oké, okay, even de monitor capture uit. Anders dan gaat hij weer helemaal laggen. Zo. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Een beetje madness met City Skylines aan het doen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Cities Skylines. En tot de volgende keer. Bye. Bye.